Dit is Joris. Joris was een heel gewone jongen. Met een moeder. En een vader. Ja, zelfs de meesten onder jullie waarschijnlijk. En Joris woonde op een boerderij. Het was een heel vrolijke jongen. Zie je? Ja. Hij lacht. Maar af en toe was hij wel eens slecht gezien dat hij heel boos kijkt. Joris en de geheime toverdrank van Roald Dahl was een van de vele theatervoorstellingen die te zien was tijdens het Vertelfestival in de bibliotheek van Deventer. Een grote toestroom van kinderen en hun ouders vermaakten zich prima deze middag. Naast deze optredens waren er nog vele andere dingen te doen. Zo kon je je verkleden, was er een springkussen en was er zelfs een heuse spookkamer. Het thema van het jaarlijks terugkerende Vertelfestival was dit jaar geheimen. We hebben vandaag een Joris en de draak naar een verhaal van Roald Dahl. We zijn begonnen met Biggetjes Rozen. Over een biggetje wat niet vies wil worden voor de hele kleintjes. En dat biggetje, dat is natuurlijk het geheim van het biggetje, want een biggetje moet gewoon eigenlijk vies worden. Maar het biggetje wil niet vies worden. Zojuist hebben we de balletvoorstelling van Zeer gehad over een spin en een ratje. En eind van de middag hebben we nog een grote zangvoorstelling over de zangeres van de Nijl, die ook een geheim heeft. Onze eigen theatrale vertellers spelen ook vandaag een speciaal verhaal, geheimen. En het Sprookjescafé is dus ook nog open. En dat is eigenlijk ook een act, omdat je daar je kan verkleden en je kan spelen in het bos. Het Vertelfestival is eigenlijk een huis vol verhalen, maar dan op een andere manier gebracht dan alleen maar vertellen. Dat je een groepje kinderen om je heen vormt. Dus dat betekent via theater, via muziekvoorstellingen, via dansvoorstellingen, etc. Om kinderen, en met name zijn dat voorstellingen die ook met boeken te maken hebben, om kinderen enthousiast te maken over dat verhaal, zodat ze meer gaan lezen en dat boek ook sneller zouden pakken. Meneer Geheimen vonden we een heel leuk thema, omdat jongens en meisjes, en omdat je dan eigenlijk met heksen, vampieren en heel veel kindjes hebben wel een geheim en heel veel sprookjesfiguren hebben ook altijd een geheim, vandaar. Hij had vooral zijn buik vol van zijn grootmoeder. Ik zie nu alweer denken, we zijn ook wat fout met grootmoeders. Ja, dat zijn toch gezellige, leuke dames? Ja. Die eens meenemen voor een weekendje aan zee, of een wandeling in het bos, of die op zondagmiddag meenemen naar het theater, of naar de bioscoop, of cadeautjes kopen bij het theater, of bij Sinterklaas. Oh nee, dat is de Sint zelf natuurlijk. Ja, jullie oma's zijn natuurlijk van die leuke, gezellige dames, daar ben ik wel gerust in. Maar zij niet hoor. Nee, zij was echt gezellig daar. Een oude zuurpruim. Ik heb als eerste een hele belangrijke vraag. Ja, want ik ben op zoek naar een vriend. Wie van jullie heeft er een vriend? Zoveel? Kijk, 1, 2, 3. Jij ook? Wat dan een vraag? Publiek, jullie komen voor mijn show. Ik ben nog even bezig met mijn web. De rode, de groene, de groene, en de rode.
gedaan. Geel, heel namelijk rood. Waren zo kort dat ze een voetenbankje nodig hadden om aan de grond te komen. Op deze manier komen kinderen in aanraking met heel veel manieren van verhalen vertellen. Ze luisteren, ze doen actief mee, ze dansen mee en ze zien iets van theater op een heel breed terrein. Maar heel veel van de verhalen die ze zien zijn gebaseerd op boeken. Dus we hopen daarmee dat ze misschien ook wel weer het leuk gaan vinden om nog meer boeken te komen lezen. En om te laten zien dat de bibliotheek een hele leuke plek is om een tijdje in rond te dwalen. En of dat nou in een sprookjesbos is of in een geheime kamer of in onze speciale theaterzaal. Maar ze zijn dus wel in de bibliotheek waar het bruist. Volgens mij leven wij op verhalen. Want als tieners of jongeren vertel je allemaal dikke verhalen aan elkaar. Want dan wil je status uithalen enzovoort. Maar het is ook heel goed om overdracht te hebben van wat er vroeger gebeurde. En het vertellen van verhalen of het aanhoren van verhalen kan ook de creativiteit bij de kinderen ontwikkelen en stimuleren. Dus... Of die jeukpoeder tussen haar dekens. En dan knuffelt ze zich gezellig in bed en... Of allebei. Niespoeder en jeukpoeder. Maar ja, het is wel leuk, maar als je op zo'n boerderij woont, zo ver van alles afgelegen, hoe kom je dan in hemelsnaam aan jeukpoeder of niespoeder? Nee, dat ik moet iets anders bedenken. Maar weet je wat ook wel leuk kan zijn? Ik zet een kommetje water op de rand van de deur. En als ze dan binnenkomt en de deur opensteekt, plets al dat water over haar. En zij klets dat tot op haar grote roze onderbroek. Maar ja, groep dus dat de hele dag in haar zeteltje voor haar raampje. Ze kwam er nooit uit. Dus ze kwam ook nooit ergens binnen. Oh nee, dacht hij. Wat kan ik toch bedenken? En terwijl hij zo stond na te denken, vielen zijn ogen plotseling op de fles met het bruine drankje. Het drankje dat ze elke dag precies om 11 uur, geen minuut vroeger of geen minuut later, moest hebben. Ze bleef achteraf even droog als tevoren, maar ze moest het hebben. Yes, dacht hij, dit is het. Dit wordt het. Ik maak een drankje zoals nog nooit een dokter of een apotheker zou maken. Iets zo geweldigs, iets zo fantastisch. Dat het ofwel haar helemaal beter maakt, ofwel haar koppen laat afvegen. Hij voelt. Had nog bijna een uur voor zijn drankje moest hebben. Yes, dat hij, dit is het, dit wordt het.
Het wordt een echte toverdrank. Dus geef me een kever en een kakkerlak. Een springvloer en een donderslak. En een slijmerig vriemeling uit zee. En een giftige steek van een scarie. En zand van de bes van een jubelplant. Het gemalenpot van een kangoeroehand. En verder nog alles wat je maar vindt. Als het maar stinkt. Een uur in de wind. Vind je het leuk hier? Ja. Wat ben je aan het doen? Nou, ik heb net even een cupcake gehad, want eerst had ik even wel dorst, maar daarna dacht ik, ik heb ook veel honger. En de voorstellingen, die vind ik ook wel leuk, maar ik was daar net helemaal naar de achterzaal. Daar ben ik net naar een voorstelling geweest. Was het met de toverdrank? Ja. Vond je die leuk? Ja. Wat vond je het leukste aan de voorstelling? Nou, dat vond ik ook wel. Dat hij in de ketel aan het roeren was en dat hij alles erin gooide, of niet? Oh ja, ja. Dat was wel heel geinig. Goudglans haarshampoo. Brilliant voor het reinigen van uw kunstgewin. Deodorant, oh, dat kan ze best gebruiken. Oh, wat is scheepzee? Oh, dat kan ze ook gebruiken. Oh, maar dit is de deodorant. Oh, dat is de deodorant. Body milk. Krijgt ze weer een babyhuidje van. Tandpasta. Tandpasta. En toen ging Joris naar het schuurtje waar moeder alle huishoudproducten bewaarde. Witter dan wit voor wasautomaten. Het vuil verdwijnt als bij toverslag. Ja, Joris wist wel niet of grondig. Vol automatisch was of niet? Worden voorgelezen in de gele verhalenbus. Sinds september 2013 rijdt de gele verhalenbus door de gemeente Deventer langs bij kinderdagverblijven, evenementen en scholen. Gewoon voorlezen aan kinderen die daar behoefte aan hebben. Meestal zie je dan wat ouders die langskomen en kinderen die wat minder prikkels kunnen verdragen. Kijk, binnen heb je dan heel veel gezien. En dan hebben de ouders of de kinderen wel weer behoefte aan even wat minder. Dan komen ze lekker hier een verhaal luisteren. En vandaag hadden we een aantal vrijwilligers die, zoals wij dat zijn van de gele bus, die achter elkaar een tijdje hebben voorgelezen. Met hoeveel mensen doen jullie dit? Ik zou het momenteel niet weten. Er komen steeds wat mensen bij, gelukkig, want anders is het niet te doen. Maar ik denk dat er vandaag iets van 5 mensen zijn geweest die na elkaar hebben voorgelezen. Een beetje roleren. Ja. En dat werd dan afgewisseld met beelden? We doen het. Dat is heel erg leuk om te doen. Met name voor grotere groepen gebruiken we digitale plaatjes. Mm-hmm. Zodat je meer kinderen in de bus kan hebben. Zelf kun je daarnaast zitten en dan voorlezen uit je boek. Maar dan hoef je niet ondersteboven voor te lezen. Dus je kunt de plaatjes gewoon laten zien op het scherm. Dat is heel erg. Ja, dat werkt gewoon heel goed. Ja, kinderen kijken natuurlijk ook wel graag
naar tv. Maar dit is dus niet met ook het verhaal erbij. Dat verhaal vertellen blijven we zelf vertellen. Het is gewoon dat je de plaatjes goed kan laten zien. We gaan Kikker is verliefd voorlezen. Kijk maar mee. Kikker zit aan de oever van de rivier. Hij voelt zich vreemd. Hij weet nou niet of hij gelukkig is of bedroefd. Al dagenlang loopt hij een beetje in het rond. Het is alsof hij droomt. Wat is er toch met hem aan de hand? In de wei komt hij Varkentje tegen. Hallo Kikker, zegt Varkentje. Jij ziet er slecht uit, zeg. Voel je niet goed? Ik weet het niet, zegt Kikker. Ik moet lachen en huilen tegelijk. Ik voel me eigenlijk heel vreemd. En hier klopt het. Van boem boem, boem boem, boem boem. En hij wijst met een vinger naar zijn borst. Oh, zegt Varkentje. Misschien heb je kou gevat? Blijf maar een paar dagen onder de wol. En zorgelijk loopt Kikker verder. Zorgelijk is een moeilijk woord. Wat is dat eigenlijk, zorgelijk? Wat denk je? Grootmoeder, het is tijd voor uw drankje. En toen nam Joris zijn grote lepel uit het aanrecht en met zijn lepel en zijn eigen toverdrankje ging hij naar grootmoeders kamer. En daar zat ze altijd in haar zitten. En ze keek zo altijd heel erg boos. En Joris nam zijn lepel, goot die vol met zijn eigen toverdrankje, stak de lepel in haar keel en keerde die in één keer in haar mond. En toen deed hij een stap achteruit om het effect te zien. Schreeuwde ze opeens en ze schoot als een raket de hoogte in. Ze bleef haar stokstijf hangen. Haar haren stonden recht op en haar ogen puilden uit. Het was precies alsof iemand elektrische zijn draad onder haar stoel had vastgemaakt en nu de stroom had ingeschakeld. En toen, boom, plofte ze terug in haar zetel neer. Maar Joris werd wel een klein beetje ongerust toen hij plotseling rood uit haar neusgaten zag komen. Grootmoeder, je staat precies echt in brand. Natuurlijk sta ik echt in brand. Ik word geroosterd als een toestje. En Joris rende naar de keuken en hij kwam terug met een volle kan koud water. En die tegenstaande de rook slaagde hij toch in een half kan koud water in haar keelgat om te gieten. En het oude mens begon te rochelen, te borrelen, te bruisen. Je kreeg zo precies het geluid dat je krijgt als je een groeiend hete koekenpan onder de koude kraan steekt. Ze werd rood, paars en blauw tegelijkertijd. En toen gebeurde er iets geweldigs. Plotseling begon ze te zwellen. Het was precies alsof haar lichaam een reusachtige ballon was en iemand haar nu aan het oppompen was. En ze werd dikker en dikker en dikker en tenslotte toen het drankje uitkwam, was straks dus helemaal zo uit. Oh, mijn grote, dat is fantastisch. Je ziet er geweldig uit.